Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken is van mening dat de veerverbindingen voor passagiers weer geïntroduceerd moeten worden. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de reguliere Raad van Ministers. Kijk, je moet weten dat de bouw van de Wijnenbosbrug niet gedaan is zoals ik dat bijvoorbeeld doe bij de quarantainebrug. Er was geen feasibility onderzoek en geen studie. Als men dat had gedaan, dan was het misschien iets anders geweest. Dus laten we dat alvast vaststellen. Dus daarom gaat het vandaag mis. Veerverbinding, voor mij in alle landen, ook alle bruggen, zien we dat er veren zijn. Zelf in een land als Nederland, waar er zoveel bruggen zijn, die zijn veerverbindingen. Het is gewoon leuk. Dus ik denk die veermogelijkheden voor passagiersverkeer met de boot moeten we gewoon terugbrengen. Het is gewoon leuk, sneller, efficiënter soms, et cetera. Dus daarom heeft de regering gezegd, laten we dat weer gaan herstellen. Dus het ministerie van TCT is vooral daarmee belast. Nur Mohammed zegt dat er binnenkort meer informatie gegeven zal worden over de bouw van een andere brug over de Suriname rivier. De minister stelt verder dat de komende regenperiode in de gaten gehouden moet worden vanwege de terugkerende wateroverlast. Dus wateroverlast blijft een zorg. We hebben het weer gezien de afgelopen periode, niet lang terug. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij van Openbare Werken en andere ministeries, LV, proberen de kanalen zo goed als mogelijk schoon te houden. Zeker die delen waar de sluizen gemalen zijn. We proberen langzaam ontwateringswerken en waterbouwkundige werken langzaam aan te pakken. Dat is al gebeurd, dat loopt nu. En geloof me, dat heb je niet in één jaar opgelost. Absoluut niet. Dat is een kwestie van jaren. Dus we moeten daarvan bewust zijn. Een tweede ding is dat we assistentie hebben aangevraagd om ons alarmsysteem te verbeteren. Dat betekent dat we mensen vroegtijdig gaan willen waarschuwen wanneer zoiets komt. Volgens de bewindsman moet het meldingssysteem voorkomen dat er veel verlies wordt geleden. Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet ook dringend aangepast worden, zodat zaken sneller herzien kunnen worden.